Wim van Niekerk in Hennepes nummer 1 in tijd van 52.01. Geert Dijkhoff blaast in Hennepes 7 binnen. Had echt al een probleempje in Hennepes nummer 6. Nou, is toch goed, is een bolletje waarschijnlijk gevallen. Daar is James. Altewitte Haapsel, Hindernis nummer 2, de gemeente Apeldoorn, Vaalvliet, Hindernis. Daar staat het de kloppentijd op 51.33. Het is maar even dat je klikt. We gaan nou naar 2. Altewitte Haapsel on his way to obstacle number 2. Time to beat, 51.33. Frank Plos zet traditioneel naar achterop. En in hindernis nummer 7 is het James Miller van USA die binnengereden is. Die hindernis in de... Amelie van Boegholt, dames en heren. Ook zij is natuurlijk van start gegaan. En zij komt naar de eerste hindernis toe. Afgelopen half jaar, zeg maar, heeft ze zich echt enorm ontwikkeld ineens. Gaat het geweldig. Bij de Kronenberg, horse driving in april. Geert Smee werd tweede overall. Reed in ongelooflijk mooi van de Schuurproef. Een hartstikke goede, steady marathon. En een bloedvol. Horen van Zwaan, doet hij door duidelijke aanwijzingen geven. Voor François, doet hij de opening daar op school.
Er komt ze aan, dames en heren. Amelie, barones van Boegels uit Argentinië. Holloway, obstacle number one, the American Fest of New York. Anthony Terhaansel. Wat is het nummer 1? Van die apparaatjes. En hij wordt getraind door Boyd Excel. Zijn paarden staan hier. Boyd rijdt ze voor hem. En hij komt dus overvliegen. Iedere keer als een wedstrijdenzaak. Want in Zuid-Afrika is er bijna geen gelegenheid om te mennen. Want er is geen tegenstand. Er zijn geen renners. Dus toen is hij gaan rondkijken waar dat dan wel komt. En hij kwam in Amerika terecht en in Europa. Nu wordt natuurlijk wel heel veel gewend. Dus vandaar. Hij heeft overigens wel al 3 of 4 jaar achter elkaar het Zuid-Afrikaans kampioenschap gewonnen. Dat is niet zo moeilijk, want het is een heel jong clubje. Maar dat is ongeveer. En Paul Davides, die dus achter hem staat, is zijn beste vriend van school. En wij waren ook zijn business partner. Dus ze reizen in de kerk. Samen heen en weer, hartstikke leuk. Hoor je me dat niet, kerk? Het lijkt me een heerlijk hobby. Yes.